Dat je gewoon bijvoorbeeld heel veel discipline moet hebben om je doel te bereiken. So what? What the f***? En ik dronk vroeger ook regelmatig wel een glaasje alcohol. Ik heb misschien niet de grootste kont. Ik heb misschien niet de sixpack. Daar ben ik dankbaar voor. En ik laat mijn buikje en mijn kleine billetjes zien op het strand. Want ik ben daar trots op. Ik ben trots op mijn lichaam en wat het allemaal voor me doet. Dan zag ik een jurkje of iets en dan dacht ik, oh wow, dat is echt vet leuk. Dat kan ik deze zomer aan als ik een paar kilo ben afgevallen. Een hele goede morgen, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Tonja. Ik maak video's over voeding en over mijn leven als student. En vandaag wil ik het met jullie hebben over afvallen. Afvallen is een super populair onderwerp. Iedereen kent wel de bekende diëten. Bacon is good for me. Heel veel mensen zijn zelf wel eens op dieet geweest. En heel veel mensen hebben zoiets van, ik zou wel het liefst een paar kilootjes kwijt willen. En ik was ook zo iemand. Ik dacht constant aan mijn droomlichaam. Wat ik eindelijk zou kunnen dragen allemaal als ik mijn droomlichaam had. Als ik kilo's eindelijk af waren. En bij mij heeft het tot een punt geleid dat het echt niet meer gezond was. Als je me langer volgt, dan weet je dat ik een verleden heb gehad met bingen. Daar ben ik gelukkig helemaal van hersteld en ik eet nu intuïtief. Maar tot een paar jaar geleden had ik ook altijd die gedachte van oké, ik moet weer op dieet of ik moet weer afvallen. Of ik wil er wel een paar kilootjes af. Of ik ben op dieet, dus ik mag nu dit niet meer doen. Ik mag niet meer uit eten momenteel. En ik wil het dus met jullie hebben over de grootste fout die ik gewoon heel veel mensen zie maken tijdens het afvallen. En dat is wachten met leven totdat je eindelijk je droomlichaam hebt bereikt. Voordat we hierover verder gaan, zoals altijd mijn disclaimer. Als je problemen hebt met voeding of met je relatie met voeding of een ziekte gerelateerd aan voeding, ga altijd naar een geregistreerde diëtist in je huisarts, want die kunnen je verder helpen. Ja, wachten met leven totdat je eindelijk je droomlichaam hebt bereikt. Ik kan mezelf heel goed als voorbeeld nemen in deze video, want ik ben hier heel erg schuldig aan geweest vroeger. Ik hou van gezelligheid en van een feestje. En ik dronk vroeger ook regelmatig wel een glaasje alcohol. En ik hou ontzettend van dansen en mensen om me heen en gezellige muziek. Maar toen ik meer research ging doen over voeding en over fitness en toen ik dat serieuzer begon te nemen, toen kwam het erg over op mij alsof je heel veel dingen moet laten om dat lichaam te bereiken. Je hebt ook heel veel motivatiequotes op Pinterest. Dat je gewoon bijvoorbeeld heel veel discipline moet hebben om je doel te bereiken. En dat je altijd ontzettend gemotiveerd moet zijn om jouw droomlichaam, om jouw doel te bereiken. Dus ik dacht dat dat heel erg nodig was om mijn doel te bereiken. Dus ik ging steeds minder vaak naar feestjes. Ik ging steeds minder vaak gezellige dingen doen. Want alcohol, er zitten calorieën in. Als ik alcohol had gedronken, dan was ik wat losser. En dan ging ik vaak wat andere dingen eten. Als ik een kater had, at ik natuurlijk niet goed. En ook met gewoon gezellige dingen uit eten gaan. Dat werd een opgave voor mij. Van, oh, maar wat moet ik dan bestellen? Want het is nooit goed. Je moet er altijd rekening mee houden. Je weet niet wat erin zit. En als jij zo erg bezig bent met je droomlichaam bereiken en met afvallen en met je dieet, dan zijn zulke situaties gewoon ontzettend moeilijk. En dan ga je er tegenop zien. Dus op een gegeven moment deed ik het ook niet meer. En ik werd ook niet meer uitgenodigd voor feestjes. Want iedereen dacht, Tonja die komt toch niet. Die wil 9 uur 's avonds in haar bed liggen. Zodat ze de volgende dag op zondagochtend gewoon om 9 uur 's avonds weer in de sportschool kan staan. Want dat deed ik. En als ik daar nu op terugkijk, dan heb ik daar gewoon ontzettend veel spijt van. Als ik eerder bij mezelf had gedacht van, het komt wel goed als ik eerder van mijn lichaam was gaan houden en eerder wat een wat lossere mindset met voeding zou hebben, dan was er zoveel last van mijn schouders afgevallen. Want de beste herinneringen die ik heb, dat waren niet de dagen waarop ik alleen maar een salade had gegeten. Oh ja, en ga nu ook niet iedere week alcohol drinken, want dat is natuurlijk ook gewoon erg schadelijk voor ons. Maar ik hoop dat jullie snappen dat het punt is van deze hele video om balans te hebben. En natuurlijk, als je topsporter bent, als je bodybuilder bent, als jij een ziekte hebt waarop je op je voeding moet letten of ernstig obesitas hebt, dan kan je niet altijd gezellig meedoen. En dan moet je af en toe echt
discipline hebben en streng voor jezelf zijn. Maar daar gaat deze video niet over. En voor deze mensen is deze video ook niet bedoeld. Ook de kleding die ik kocht vroeger was gebaseerd op mijn droomlichaam. Dan zag ik een jurkje of iets en dan dacht ik, oh wauw, dat is echt vet leuk. Dat kan ik deze zomer aan. Als ik een paar kilo ben afgevallen. Dan paste ik een broek en dan dacht ik, dit zal goed zitten. Als ik een paar kilo af ben gevallen, dan paste ik een bikini. En dan vond ik hem niet zo mooi zitten. Maar dan dacht ik, dit zal mij goed staan. Als ik een paar kilo ben afgevallen. En je raadt het nooit. Toen ik die kilo's was afgevallen, vond ik dat jurkje even goed niet lekker zitten. Zat die broek even goed niet leuk en voelde ik me even goed niet fijn in die bikini. Dus mijn bericht aan jullie is, alsjeblieft, leef een beetje tijdens het bereiken van je doelen. Als je wat wil afvallen, zie het gewoon echt als een lange termijn doel. En ga jezelf niet isoleren van de gezellige dingen, van andere mensen, om jouw doel maar zo snel mogelijk en zo streng mogelijk te bereiken. Want daar ga je gewoon later, als je daarop terugkijkt, ga je daar gewoon spijt van krijgen. Hou alsjeblieft van je lichaam. Denk niet altijd, oh die 2 kilo die moeten eigenlijk nog wel af. Zorg ervoor dat je je lichaam voedt met de juiste voeding. Met lekkere voeding, maar ook met gezonde voeding. Zorg voor voldoende beweging. En zoek iets wat jij leuk vindt om te doen. Want als jij gelukkig bent van binnen, dan zal je dat ook zien van buiten. Dus als je goed voor je lichaam zorgt van binnen, als jij je lichaam goede voeding geeft, als jij mindful bent, als jij voldoende beweegt, dan zul je dat ook vanzelf zien aan de buitenkant. Dus in plaats van je te focussen op die 1 kilo of op die 2 kilo's die er zo nodig nog af moeten en je de hele tijd in dat yo-yo effect komt, die 2 kilo eraf, dan die 2 kilo er weer bij en dat je leven een soort van beheerst, laat het los. Je bent gezond. Zorg goed voor je lichaam en je zult het dan ook aan de buitenkant zien. En alsjeblieft, shop kleding waar jij je goed bij voelt en waarbij je lekker bij voelt. Als jij het niet fijn vindt om in een bikini rond te lopen, dan koop een badpak. Koop een high-waisted bikini. Als jij niet van strakke jurkjes houdt, koop andere jurkjes. Koop losse, fladderende jurkjes. Koop kleding waarbij je je op dit moment goed voelt. En denk niet, als ik die 2 kilo eraf heb, als ik eindelijk een sixpack heb, als ik eindelijk die billen heb die ik graag wil, als dat vet hier eindelijk weg is. Nee, alsjeblieft, hou van je lichaam hoe het nu is. Je lichaam doet zoveel voor je. We hebben geen idee wat er dag in, dag uit in ons lichaam gebeurt om ons gezond te houden en om ons leven te houden. Dus zorg daar goed voor en zorg dat je jezelf kan zijn. Zorg dat je kleding draagt waarin je jezelf kan zijn en waarin je gewoon lekker in je vel zit. En ook al is dat niet in lijn met de trend van nu, so what? What the f***? Hoezo maken wij ons altijd zo druk om wat andere mensen van ons willen, van ons verwachten? Voordat je van iemand anders kan houden, moet je van jezelf houden. En jezelf gewoon echt op de eerste plaats zetten. En echt denken van, luister, ik heb misschien niet de grootste kont. Ik heb misschien niet een sixpack en ik heb altijd een beetje een buikje, maar daar hou ik van. Mijn lichaam zorgt ervoor dat ik 100 kilo van de grond kan tillen en daar ben ik dankbaar voor. En ik laat mijn buikje en mijn kleine billetjes zien op het strand, want ik ben daar trots op. Ik ben trots op mijn lichaam en wat het allemaal voor me doet. Dus alsjeblieft, het is niet erg om doelen te hebben, het is goed om doelen te hebben. Het is goed om jezelf uit te dagen. En zoals ik altijd al zeg, deze video's zijn vooral voor de mensen die net als ik gewoon een heel verstrooid zelfbeeld altijd al hebben gehad. En misschien wat problemen hebben gehad met voeding. Of dat voeding altijd in het hoofd is geweest. En altijd dat yo-yo effect. Altijd bezig met diëten en met wat andere mensen van ons verwachten en van ons willen. En mocht jij bijvoorbeeld overgewicht of obesitas hebben, dan is het gewoon heel belangrijk dat je naar geregistreerd diëtist gaat. Want dan is het wel heel belangrijk om af te vallen. Om je kans op bijvoorbeeld suikerziekte of verschillende soorten kanker gewoon te verkleinen. Maar zoals ik al aan heb gegeven, daar is deze video niet voor. Dus mocht je net als ik je altijd niet goed genoeg hebben gevoeld en jezelf in kleding geprobeerd hebt te wurmen wat helemaal niet is wie jij bent en feestjes en gezellige dingen af hebt moeten zeggen omdat je gewoon te bang was voor het resultaat dat de weegschaal weer een halve kilo omhoog ging de volgende dag, of dat je jezelf niet in kon houden, alsjeblieft probeer zoveel mogelijk iedere dag te denken van, ik ben genoeg, mijn lichaam is genoeg, mijn lichaam is sterk, mijn lichaam doet heel veel voor me, ik voed mijn lichaam goed, ik beweeg goed, ik zorg goed voor mijn lichaam is gezond
En het maakt mij niet uit wat andere mensen van mijn lichaam denken. Want mijn lichaam kan weer dingen die hun lichaam niet kan. En ik geniet gewoon van voeding en van gezelligheid met vrienden. En dat mag, want dat verdienen we allemaal. Heel erg bedankt voor het kijken. Zoals altijd, mocht je de video leuk vinden, geef hem zeker even een like. Mocht je meer van mij willen zien, abonneer dan op mijn kanaal. En ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer terugzie.